iedereen, welkom terug bij een nieuw seizoen van Wat Je Niet Wist op Bayamtaan. Ik ben de gastheer Ayuwoordi en in deze Wat Je Niet Wist gaan we het hebben over alle dingen die jij waarschijnlijk niet wist over dictators. En in ieder geval, voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst even naar de intro. Mao Zedong, de grootste dictator van de wereld, wordt nog steeds aanbid in China. Het is zelfs zo dat mensen naar een bepaalde plek in Beijing kunnen gaan om zijn lijk, wat nog steeds in goede conditie is, te aanbidden. Tevens worden portretten van zijn gezicht opgehangen in de huizen van China om de duivel weg te houden. Oeh, spooky. Adolf Hitler had waarschijnlijk maar één teelbal. Dat komt omdat hij een verwonding opliep tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dan denk je, hè, dat is kut. Maar Adolf Hitler had ook nog eens een keertje last van explosieve winderigheid. Dit komt omdat hij een vegetarisch dieet volgde. Oftewel, vegetarisch is niet goed voor je. En over vegetarisch gesproken, voormalig dictator van Noord-Korea, Kim Jong-il, claimde dat hij de hamburger had uitgevonden. Tevens was hij ook nog eens een keertje de grootste opkoper van Hennessy Cognac. Hij vond het namelijk een heel lekker drankje en spendeerde daar zo ongeveer 700.000 euro per jaar aan. Mussolini, de voormalig dictator van Italië, vond het heerlijk om knoflook rauw te eten. Dat verklaart misschien wel waarom ze allemaal zo raar deden, die dictators. Gekke mensen. Jozef Stalin was redelijk klein vergeleken met de gemiddelde persoon in zijn tijd. Oud-president Truman van Amerika noemde hem ook wel een little squirt, oftewel een klein jochie. Oh, wat is zo'n klein jochie, Stalin? Oh, Stalin is zo'n klein jochie. In ieder geval, vonden jullie deze Wat Je Niet Wist nou leuk? Doe dan een groen duimpje. Dat is dit duimpje, maar dan groen. Wil jullie meer abonneren, zie je de volgende keer. En de volgende keer gaan we het dan hebben over iets compleet anders. Van dingen die je waarschijnlijk niet wist. Dan komt het achter wat ik moet doen. En zoals altijd, tot dan en how do, bitches.